Goedemiddag iedereen, kijk daar, dat is Nicky. Nicky is en ze heeft Boefie en Felix op de schoot bijna. Felix en ook Christel zit er ook al bij. Ik ga lekker een vlog opnemen, een kookvideo. Daar heb ik onwijs veel zin in, jongens. Dus ik ga jullie meenemen. Even kijken of dat gaat zo. Ja, dat gaat zo. Ik ga nog even wat dingetjes snijden, want mami vlees moet gesneden worden. Extra. Ja. Rustig in de vriezer, dat vind ik zo. Ik ga even lekker wat snijden. Ik moet even deze pan pakken. Hier gaan we de barbecue in maken. En een ui. Wat? Ui moet je er ook bij doen. Ui. Ui. Ja, dat klopt. Ik ga even lekker snijden als eerste, want dat heb ik wel even nodig. Ik kan ook knippen, dus ik heb ook een beetje schaar. Stel ik het op dit moment. Ik heb ook maar geknippen, dat is net zo makkelijk. Ik vind het veel sneller. Dit heb ik trouwens geleerd van tante Amy trouwens. Voor het geval dat ik niet weet hoe het wat? Nou, het knippen van het vlees. Ja. Dat hebben we van Amy geleerd. Oh. Dankjewel voor het advies die je ons toen gaf. Heb je dit al in je hoofd gedaan? Hè? Heb je al die ding van gespeerd? Nee, nog niet. Ja, hoor. Ja, ze zijn niet zo snel. Want toen ik Trion belde, toen was Ilse in gesprek en Jan er ook. Dus je hebt ze niet gesproken? Nee. Nee, niet. Ik pak dadelijk wel. Mag ik die? Neem jij die maar, schat. Ik pak wel zo soep. Het kent twee, hè? Ja. Ik ga even iets in de afdeling geven. Zo.
Ik ben bang, of ik ben ruppel vergeten, maar dat maakt niet uit, hè? Hou je vlees? En gaan we bakken? Vlees mannen was het. Snijden heb ik al gedaan, ik moet het eerst bakken. Ik wil even een cupcake voor je zien. Ik ga even een bakvideo opnemen. Doe je wandeling. Zo. En we gaan even een bakken. Thank you.
Even rook snijden. Moet ik ook nog bij hebben. Deze rook gaat er doorheen. Het is weer terug. Ik heb nog een rugje.
Kan je het rood doorheen doen, maar je kan het ook apart doen. Meestal weet ik het doorheen, dat vind ik ook wel fijn. Dan doe ik het gewoon. Ik ben lekker van z'n deze overal. Ik ga even de moeder erbij doen.
Thank you.
Je mag toch wonen? Kan ik de baan weer laten zien? Zo ziet de baan weer eruit. Wat ik jullie niet weet hoe het eruit ziet, dat is bij de baan. En daar zal ik jullie zien hoe het klaar is hoe het eruit ziet. Tot zo!